SV Kobbegem is niet de eerste ploeg, veronderstel ook niet de laatste ploeg. Maar ja, ook hier hebben ze een nieuwe trainer voor komend seizoen. Philippe Rivera. En Philippe Rivera komt van een stukje verder. Die komt van Oost-Vlaanderen en die heeft de overstap gemaakt naar Vlaams-Brabant. Dat is altijd een topkeuze, Philippe. Waarom heb je gekozen voor SV Kobbegem? Goh, wel, ik was eigenlijk toe aan een keer iets nieuws. Ik was trainer hiervoor in Oost-Vlaanderen bij SK Herdersem, waar ik ook speler was daarvoor. Wat ook niet altijd evident is als je recht uit de ploeg trainer wordt. Je kent de spelers wel heel goed, dus je moet er sommigen ontgoochelen die al lang hun kameraden zijn eigenlijk. Het was niet altijd evident. Dus ik was eens toe aan iets nieuws en hier kende ik eigenlijk niemand. Ze hebben mij gecontacteerd en ik ben hier dan eens op gesprek geweest. Ik was hier nog nooit geweest eigenlijk, dus ik zag dat complex. En eigenlijk als je dit ziet, in vergelijking met van waar dat ik kom, ik zal het zo zeggen, is dat wel nog altijd een groot verschil. Je kunt hier op synthetisch trainen en spelen. Zaterdagavond. Dus hier was ik direct verkocht en eigenlijk heb ik niet lang moeten nadenken en heb ik de uitdaging aangegaan. Voilà. Waarvoor staat trainer Rivera? Welk spel breng je op de mat? Goh, wel, we proberen vooral, zeker zoals de meeste ploegen in Brabant, dat ik ondertussen al gezien heb, verzorgvoetbal te brengen. We zijn geen ploeg die zomaar lange ballen gaat potten. We hebben daar ook trouwens de ploeg niet voor. We proberen van achteraan op te bouwen, via flank, via de centrale as. We proberen wat te variëren daarin. We proberen pressie te doen. Als dat gaat, natuurlijk, fysisch is dat niet altijd even evident van lang pressie te zetten. Maar we proberen dat wel. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik liefst zie. Als je kunt uit een snelle omschakeling een goal maken, dat is eigenlijk wat ons al een paar keer gelukt is in de voorbereiding. Dat is eigenlijk voor mij ideaal, daar trainen we ook op. Okay, ja, je zei net, je kent hier niemand bij de club. Wilt dat ook zeggen dat je geen inspraak in de transfers hebt gehad? Niemand van Oost-Vlaanderen qua spelers mee overgebracht? Wel, met dat ik maar getekend heb hier, wanneer was dat? Ik denk eind mei moet ergens geweest zijn. Ja, was het al moeilijk om nog transfers te doen. Hè. Bijna elke speler had al een ploeg. Ik heb wel nog één iemand kunnen meenemen hè, van Herdersem. Glenda Lange is meegekomen. Die zo gebleven zijn bij Herdersem, maar met als ze eindronde gespeeld hebben en gezakt zijn, wou hij niet in vierde gaan spelen. En is ze dan ook met mij naar hier meegekomen. En voor de rest eigenlijk lag de kern vast. Er zijn nog een paar jongens bijgekomen die via hier terechtgekomen zijn, maar niet echt via mij. Dus ik heb eigenlijk buiten Glenn niemand niet meer kunnen aanbrengen. Het was al wat te laat. Ja, hoe zit het eigenlijk met uw kennis over de reeks waar jullie komend seizoen in spelen? Goh, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet heel veel van de reeks. Ik heb er zelf ook nooit gespeeld. Ik heb altijd Oost-Vlaanderen gespeeld, tot 3 jaar geleden. En dan eigenlijk Brabant een paar keer dichtbij gestaan als speler. Op het randje van naar hier komen spelen, maar nooit niet doorgegaan. Ik moet zeggen, eigenlijk buiten enkele ploegen, maar zoals Assen te Rijden bijvoorbeeld, daar ken ik er enkele. Maar die zijn nu gezakt. Ze zijn bewust naar vierde gegaan. En voor de rest, Hekelhem, kende ik de trainer en nog enkele spelers, maar die zijn overgegaan. Dus voor de rest, ik denk niet de geburen van Mollem, maar heel veel ken ik er hier ook niet. Dus voor mij is het een beetje koffiedik kijken, wat ook geen nadeel hoeft te zijn, want dan kun je volledig van je eigen sterkte uitgaan. En dat is misschien toch altijd het beste om met te beginnen, denk ik dan. Ja, hoe heb je eigenlijk je voorbereiding dan opgebouwd? De voorbereiding was eigenlijk al, je bedoelt het voorbereidingsschema? Of, hoe dat de voorbereiding komend seizoen, voor dit seizoen geweest is, want die heb je dan niet uitgetekend ook niet. Nee, dus als ik hier toe kwam, hebben ze mij een schema, een programma, ik zal het zo zeggen, voorgelegd van verschillende oefenmatchen die eigenlijk al vastlagen. Ik heb daar denk ik nog eentje of twee kunnen aan toevoegen, maar voor de rest lag dat eigenlijk vol. Dus en de trainingen, die kleed ik natuurlijk zelf in, maar dat lag er ook al vast. Dat is altijd dinsdag, donderdag, zoals op de meeste plaatsen. Dus verder, nee. Was niet, heb ik er niet veel kunnen aan veranderen. Nee. Ja, wat gaat Kobbegem komend seizoen dan presteren in die derde provinciale reeks? Dat is een hele goede vraag. Vorig seizoen heb ik wel uitspraken gedaan, omdat ik de reeks kende en mijn eigen ploeg natuurlijk ook goed kende. In dit geval is dat niet evident, omdat mijn eigen ploeg ken ik nu wel al een goede maand ondertussen. Er zit wel zeker kwaliteit in, redelijk veel kwaliteit zelfs. Maar we maken wel nog heel veel foutjes, krijgen veel tegengoals, toch in de voorbereiding te veel. Dus als we dat eruit krijgen, denk ik wel dat wij hopelijk het seizoen van vorig jaar, dan waren ze 8e, als we dat kunnen evenaren, denk ik dat we een heel goed seizoen gaan hebben. Maar natuurlijk, is dat 9e, is dat 5e? Ik weet het niet. Met dat ik zo weinig ken van de reeks, kan ik moeilijk zeggen, die 5 gaan voor een titel spelen. Dus het is een beetje een moeilijke vraag eigenlijk.
In Oost-Vlaanderen zou ik kunnen antwoorden, maar hier is het heel moeilijk, omdat ik de tegenstanders niet goed ken. Dus, Die vraag moet ik je dan volgend seizoen nog eens opnieuw stellen waarschijnlijk. Nu, voor dit seizoen dan nog, waar je mij wel op gaat kunnen antwoorden. Ja, je zou graag tussen die top 10, een goede top 10 plaats eindigen of willen bespelen. Welke spelers binnen uw ploeg moeten daarvoor zorgen? Welke mannen zijn de dragende spelers van Kommegem? Zoals ik al zei, we hebben echt wel redelijk veel jongens die kwalitatief heel sterk zijn. We hebben een topschutter van de reeks van vorig seizoen, met Tom van den Driessen. We hebben Kevin de Man die terugkomt. Die is een jaar gestopt geweest, maar die had er het jaar daarvoor dan ook redelijk wat gemaakt. 20-tal dacht ik, allee, heb ik hier opgevangen. Dus die twee gaan aanvallen, toch wel hopelijk hun steentje bijdragen, hun goals maken. En verder zijn drie jongens van Van Beek ter Nat overgekomen. Drie directe versterkingen. Ik kende de jongens niet, want ze hadden al getekend. Voordat ik hier getekend had. Maar die drie zijn ook wel directe meerwaarde. Die zijn daar ook altijd mee. Ze zijn kampioen gespeeld vorig jaar in vierde wel. Maar het zijn jonge gasten en die zijn echt wel kwalitatief ook heel sterk. Dus dat zijn er toch al dan vijf dat ik erop noem, dat ik echt wel van overtuigd ben. Natuurlijk, die anderen zijn ook, het zijn ook veel goeie, maar ja, ik kan ze allemaal opnoemen. Maar we hebben er ook nog enkele die gekwetst zijn. Die de seizoenstarts niet gaan meemaken, zoals Gilles Weber en Abder. Ook twee eigenlijk van de betere spelers, denk ik dan. Dus die gaan we wel missen de eerste weken. Maar ik zeg het, we hebben een kern van een speler of 25 ongeveer. Voor één ploeg uiteindelijk, want we hebben geen belofte. Dus ik hoop dat de jongens die ernaast vallen in het begin, ik heb het daar juist nog eens gezegd, toch wel gaan blijven komen. Dat ze niet in Nantes gaan gooien, omdat ze er dan de eerste match niet zouden bij zijn. Want het seizoen is lang. Hè. En je weet ook, je kunt er de eerste match niet bij zijn. De tweede kun je al starten. En wie weet, die andere 28 ook. Dus het zal al lang seizoen zijn, eigenlijk als altijd. Dus ik hoop dat al de jongens, dat mijn kern min of meer gaat zo blijven. Dan heb ik keuze en dan zie ik het alleen maar goed komen. Okay, dan heb ik nog een laatste vraagje, Filip. Persoonlijke ambitie, wat hoop jij nog te bereiken in het trainersvak? Wat hoop ik te bereiken? Om te beginnen, vorig seizoen was mijn eerste jaar als T1, het jaar daarvoor was ik T2. Ik ben nog maar 38, dus eigenlijk als trainer is dat heel jong. Een van de jongsten waarschijnlijk van de reeks, omdat ik denk ik niet zoveel jonger zijn. Wat hoop ik te bereiken? Voor te beginnen hier iets moois neerzetten. Dat is voor mij al na vorig seizoen, maar vorig seizoen toch een minder seizoen gehad. Heel veel gebeurd. Ik hoop dat dat toch niet gebeurt. Hoe moet ik het zeggen? Dat ik persoonlijk er een goed gevoel aan overhoud na het seizoen. Ik zal daarmee beginnen. En dan voor volgend seizoen, zoals dat er nu aan toe gaat. Ik ben hier blij, ik zal het zo zeggen. Ik zie niet direct mezelf vertrekken. Je weet nooit, hè, alles kan. Dus ik hoop voor volgend seizoen misschien dan van in het begin mede transfers te doen. Op alle gebieden goed kunnen mee te werken met het bestuur. En dan aan een ploeg te bouwen. Misschien voor nog de ambities toch iets hoger te leggen voor de ploeg. En dan wat mezelf betreft, dat zien we dan wel. Hè. Wie weet, als je goede resultaten als coach neerzet, dan gaat er automatisch wel iets uit de bus komen, ik zal het zo zeggen. Maar ik zit daar nu niet op te wachten, dus we zullen wel zien. Eerste provinciale, wie weet. Kan ook blijven in derde zijn, of wie weet zelfs in vierde. Dat is als trainer zijn ook een beetje afhankelijk van de spelers. Maar goed, wij doen ons best en wij mikken zo hoog als dat kan. En dat zien we wel waar dat zal eindigen. Oké, dan wens ik je alvast heel veel succes bij Kommegem dit seizoen. Oké, dank u wel.